Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe Goodiebox unboxen en alles ook gelijk aanbrengen. Voor de mensen die Goodiebox niet kennen, Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je voor 25 euro in de maand een box krijgt met 5 tot 7 beauty producten met een minimale waarde van 80 euro. Dus elke maand ontvang ik zo'n box. Ik betaal hier niet voor, deze ontvang ik gewoon in PR. En iedere keer gaan we dan gewoon met z'n allen bekijken wat we van de box vinden. Ik ga ook gewoon gelijk aanbrengen wat ik kan aanbrengen en alles testen. En op het einde van de video ga ik ook de waarde van de box berekenen en dan zien hoeveel we hebben bespaard. Mocht je ook willen abonneren, er staat beneden in de beschrijving een linkje. Het is gewoon maandelijks opzegbaar, dus mocht je het niks meer vinden, dan is het gewoon makkelijk opzegbaar. En als je al bent geabonneerd en de box al hebt, dan kunnen we samen unboxen. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Oké, de box van deze maand is een beetje anders, want dit is niet gewoon de septemberbox, maar dit is de welkomstbox. Dus elke nieuwe abonnee ontvangt deze welkomstbox en deze heb ik dus nou ontvangen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb al gespiekt wat erin zit en we hebben maar liefst 7 producten. Dus I can't wait. Je krijgt er ook altijd zo'n boekje bij waarin alles staat over de producten, et cetera. Omdat dit dus de welkomstbox is, zitten er ook een aantal producten bij die ik al heb ontvangen in andere boxen. Dus dan kan ik jullie ook gewoon gelijk vertellen wat ik ervan vind. Ik ga beginnen met een masker. Van Mask Me Up is dit de Heel Mask. Dit is dus een masker voor je hielen. Dus ook niet gewoon voor je voeten, maar echt specifiek gericht op je hielen. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik heb heel vaak voetmaskers gebruikt. Ik vind ze altijd echt heerlijk. Maar zoiets speciaal voor de hielen heb ik echt nog nooit gezien. Dus ik ben echt heel benieuwd. Je kunt hem gewoon voor 20 minuten op laten of de hele nacht. En dit verzorgt dan je hielen. Het maakt ze weer zacht en hydrateert ze. Ik ga gewoon dit gelijk nu aanbrengen en gewoon de hele video lang oplaten. En dan kunnen we bekijken wat we ervan vinden. Je moet hem dus minimaal 20 minuten oplaten. De video van vandaag kost me ook zeker minimaal 20 minuten. Dus ik heb gewoon genoeg tijd om hem te gebruiken. Laten we hem openmaken. Dit is dan het heel masker. Het is zo blauwachtig. Ik heb echt geen idee hoe ik nou dit moet gaan aanbrengen. Ik heb vaker een masker van hun gebruikt voor de voeten. En ik vond ze echt fijn. Dus ik hoop dat dit ook fijn gaat zijn. Moet ik ze gewoon zo uit elkaar trekken? Oké, dit zijn dus de 2 heelmaskers. Ik persoonlijk heb echt een droge huid en ook droge voeten. Ik heb ze nog helemaal niet ingesmeerd, dus ze zijn gewoon nog lekker droog. Oké, jongens, dit zijn mijn voeten nu. Zoals je kunt zien, echt super droog hier. Ook omdat ik altijd hakken draag, kunnen mijn hielen wel wat extra liefde gebruiken. En dit is de andere voet. Deze is iets minder droog, maar ook wel echt gewoon, ja, droog. Dit is dan hoe het masker er van binnen uitziet. Zoals je ziet, allemaal van dat witte spul. Er zit ook avocado, go-to cola en kamille in en dat helpt je huid te hydrateren en te regenereren. Oké, jongens, het masker zit op een heel. Je kunt het zo makkelijk hier vastmaken. En ik heb een beetje zo alles zo ingesmeerd dat er echt overal product komt, zeg maar. En ook hier bij mijn andere voet zit het er ook helemaal. Dus ja, ik ga het gewoon nou even 20 minuten laten werken. Nou, ik ben heel benieuwd hoe mijn hielen er straks uitzien en aanvoelen. Maar ik moet zeggen, aangezien ik al een voetmasker van hun heb getest een keer en die echt geweldig vond, denk ik dat dit ook fijn gaat zijn. Dan heb ik hier make-up. Ik hou altijd van make-up. Van Face Zero heb ik de Desert Mirage Highlighter. Winkelwaarde is 30 euro. Nou, dit is dus een highlighter voor je gezicht. Zoals je kunt zien ben ik al helemaal opgemaakt. Ik heb alleen nog geen glow aangebracht. Het is nog helemaal mat, dus ik ga deze aanbrengen. 30 euro is wel echt duur en het is gewoon een full size. Hij is niet heel groot of zo, maar ja, ik moet zeggen dat ik het nooit opmaak of zo. Dit is dan hoe de verpakking eruit ziet. Gewoon zo klein, vierkant, zwart en mat. Een best wel chique verpakking. En ik moet zeggen dat de kleur er best wel gewoon goed uitziet. Ik denk dat het echt wel mooi gaat matchen met mijn huidskleur. Het is een beetje zo goudachtig. Oh, wauw. Kijk even dit. Het is echt heel mooi. Eindelijk een keer iets wat niet te licht is. Ik krijg altijd te lichte producten. Altijd. Zo annoying. Maar dit ziet er op zich wel goed uit. Laten we hem proberen. Ik pak gewoon zo een beetje met mijn kwast. Wauw, heel mooi. Hij is wel subtiel. Ik heb nou best wel veel aangebracht om het wat heftiger te maken. Maar het is gewoon lekker opbouwbaar. Dat is wel fijn. Ik vind hem echt heel mooi. Kijk dit. I love it. Hier ben ik echt blij mee. Super fijne highlighter. Het volgende is een tool. Van Nire Beauty heb ik de Prep Tool Face Brush. Dit is een tool om te helpen om je gezichtsmake-up er beter af te halen. Deze heb ik al 1 keer gehad in een box. Dus ik wil hem niet openmaken, want ik heb hem al. Dus ik wil hem in de winactie doen. Alles wat ik niet gebruik gaat in de winactie of naar mijn moeder. Maar het meeste gaat gewoon in de winactie. En dit is zo'n kleine handig witte tool. En je kunt gewoon ermee zo je make-up eraf halen. Ik moet zeggen, in het begin heb ik hem gebruikt. Ik vond hem
ook wel fijn. Maar al heel snel ben ik ermee gestopt. Omdat ik een andere tool fijner vond. Maar op zich, hij is niet heel slecht. Dus het is wel gewoon fijn om je gezichtsmake-up ermee af te halen. En ik heb een gevoelige huid. En hij is niet te agressief. Dus dat is ook fijn. Het volgende is voor de haren. Van Lavish Care heb ik de Rescue Me Leave-In Conditioner. Winkelwaarde is €7,90. Ook dit product heb ik al één keertje gehad in een andere box. En dit is dus voor in je haar. Ik heb krullen. En ik gebruik echt specifiek alleen maar krullenproducten voor in mijn haar. Dus dit is iets wat ik niet ga gebruiken. Ik had hem toen in die andere box ook in de winactie gedaan. En nu ga ik hem ook weer in de winactie doen. Maar ik had toen ook aan jullie gevraagd, vind je hem fijn? En mensen vonden hem echt oprecht fijn. Het volgende is een gezichtsmasker. Ik zie dit gezichtsmasker alleen niet hier bij de producten staan. Ik herinner me echt wel dat ik hem heb gehad in een andere box en hem niet fijn vond. Ik heb een normale tot droge huid en hij was veel te droog. Het is zo'n ding dat rolt, zeg maar. Kijk, hij rolt. Je kunt hem zo makkelijk aanbrengen. Het leek mij echt ideaal. Lekker snel aanbrengen. Lekker fijn. En dit is een detox mask dat je huid reinigt. Maar voor mijn al een beetje droge huid was hij echt veel te droog. Hij trok helemaal. Mijn hele gezicht werd rood. Het was echt een mes. Ik ben er gewoon te gevoelig voor. Maar misschien als je een vettige huid hebt, dat je hem wel fijn gaat vinden. Alleen ik denk dat dit iets is van een extra product of zo. I don't know. I'm not sure. Het volgende is voor de lippen. Van Face heb ik de Silky Kiss Lip Gloss. Winkelwaarde is €21. Ik heb vaker glossjes van hun gehad. En ik vind ze nooit zo fijn. Maar ik ga hem toch alsnog gewoon nou weer proberen. Er staat niet op welke kleur dit is. Het is in ieder geval een berry-achtige donkerroze kleur. Ik ga even eraf halen wat ik nou op heb. Wat ik nou op heb is mijn Sweet Tea Lip Pot loodje. En deze matte liquid lipstick van Kylie Cosmetics. In de kleur 701 Exposed. Dus dit heb ik nou op mijn lippen. Dit is hoe de applicator eruit ziet. Gewoon zo'n kleine normale lipgloss dingetje. Ik heb hem heel even geswatcht op mijn hand. Het is zo'n mooie licht roze kleur. De kleur is wel echt heel mooi. Of ja, het is niet heel licht roze. Het is wel gewoon roze. Wat zeg ik allemaal? Oké, ik vind hem op zich niet eens zo slecht. Het heeft niet heel veel pigment. Het is gewoon zo'n gloss met een vleugje kleur erdoorheen, zoals je kunt zien. Hij voelt ook een beetje dikkig aan. Ik persoonlijk vind het altijd heel fijn, want dan voelt het alsof het lekker mijn lippen hydrateert. En ik heb echt de droogste lippen ever, so I need that. Ik vind het echt best wel mooi. I love it. Next up is een body scrub. Ik weet niet hoe ik de naam van dit merk moet uitspreken, dus ik ga gewoon iets proberen. Van Huygens heb ik de Verveen Huygens Body Scrub. Winkelwaarde €25 voor 250 ml. Wij ontvangen echter 100 ml. Er staat bij full size, maar 250 is de full size. Dus ik weet niet waarom dat erbij staat. Maar wij hebben dus 100 ml en die is €18. Dit is dus gewoon een body scrub om gewoon je lichaam te scrubben. Ik scrub mijn lichaam oprecht echt vaak, dus dit vind ik wel fijn. Je kunt hem 2 keer per week gebruiken onder de douche als je huid nat is. Ga het niet doen op een droge huid. Been there, done that. Je beschadigt echt je hele huid. Moet je echt niet doen. En dan gewoon afspoelen en je lichaam lekker insmeren met iets. Ik wil hem even gaan bekijken. Kijk, het lijkt een beetje op honing. Hij is ook best wel waterig. Kijk, hij is helemaal zo omlaag aan het gaan. Hij ruikt... Hij ruikt naar marsepein. Shut up. Ik hou van marsepein. Oh, hij ruikt heerlijk. Deze gaat echt super fijn zijn, denk ik. Ik ga even gewoon mijn hand ermee scrubben. Want obviously kan ik niet hier mijn hele lichaam zitten scrubben. Ik denk dat dit echt heel fijn is. Kijk, het wordt ook een beetje zo wittig. Zien we dat? Ik denk dat dit echt een hele fijne scrub is. Ja, ik vind hem echt heel fijn. Kijk, het wordt echt zo helemaal wittig. Deze ga ik zeker gebruiken. Ook die marsepeingeur. Hij scrubt echt heerlijk. Hij is niet te zacht of zo. Ik hou altijd wel een beetje van een agressieve scrub. Ik moet wel echt voelen dat hij echt mijn huid scrubt. Mijn huid wordt altijd zo snel rood. Kijk even hier. Ik heb hier een beetje gescrubt en het is al gewoon gelijk rood. Maar dat laat wel zien dat het echt iets doet. Het heeft hier lekker zacht gemaakt. I love it. En dan heb ik hier het laatste product. Van The Cure heb ik de AHA plus BHA Glow Cleanser. Winkelwaarde is €55 voor 100 ml. Deze hebben we ook niet in full size. De full size is dus 100 ml. Wij ontvangen 20 ml en dat heeft een waarde van €25. Volgens mij hebben wij dit al ook een keer ontvangen in een andere box. But I'm not sure, maar volgens mij wel. En dit is gewoon een gezichtscleanser om je make-up eraf te halen. Het is geen cleanser. Ik zeg altijd cleanser, maar het is cleanser. Ik weet niet waarom ik altijd cleanser zeg. Jullie hebben me al zo vaak gezegd, Sarah, het is cleanser. Maar ik blijf cleanser zeggen. Oké, dit moet dus gewoon je hele huid schoonmaken en je huid dan mooi en glanzend eruit laten zien. Dus straks als ik mijn make-up eraf ga halen, ga ik hem proberen en dan laat ik jullie weten wat ik ervan vind. Oké, jongens, ik sta hier in mijn badkamer en ik ga nu mijn make-up eraf halen met deze cleanser. Ik ga eerst even mijn ogen fixen, wimpjes eraf en even mijn oogmake-up eraf halen, want dat doe ik met een speciaal product.
Oké, nou mijn oogmake-up eraf is en mijn wenkbrauwen en mijn lippen heb ik nog alleen mijn gezichtsmake-up op. Dus nu gaan we deze cleanser gebruiken. Je moet het gewoon met droge handen aanbrengen en pas erna water. Oké, laten we het proberen. Het is zo doorzichtig. Oké, nou je het helemaal zo droog hebt aangebracht, moet je een beetje water aanbrengen en dan weer zo insmeren. Dus dat doe ik. Ik heb nu mijn handen afgepakt en dan nog extra insmeren. Oeh, ik moet zeggen dat het wel in mijn ogen prikt. Oké, nou ga ik eraf halen. Oké, nou mijn hele gezichtsmake-up is eraf. Volgens mij heeft hij het ook best wel goed eraf gehaald. Het enige wat ik een beetje apart vind is dat er letterlijk op staat dat je het ook kunt gebruiken voor je ogen. Maar zodra ik inging met water begon het echt te branden. Dus dat zou ik eigenlijk niet echt meer doen. Of je moet gewoon heel de tijd je ogen dicht houden. Maar daar ben ik niet echt van. En ja, ik heb het gevoel dat het wel gewoon helemaal goed is gekletst. Ik ga even met een schoon watten schuifje over mijn huid. En dan zie je of er nog make-up op zit. Nou jongens, helemaal niks. Hij valt helemaal hier uit elkaar. Maar zoals je kunt zien, er zit helemaal niks. Dus hij heeft het echt goed gedaan. I love it. Helemaal niks. Nou, hij is dus gewoon echt goed gekeurd. Hij doet echt wat hij moet doen. Het enige wat ik dus niet meer zou doen, is ook gebruiken om mijn ogen. Oké, nou dit waren dan alle producten van de welkomstbox. Echt leuke producten. En nou ga ik alle bedragen bij elkaar optellen om te zien hoeveel je had betaald als je elk product individueel had gekocht en hoeveel we dan hebben bespaard. Ik ga even mijn rekenmachine erbij halen, want de girl weet niet eens uit haar hoofd wat 1 plus 1 is, dus laten we gewoon iets erbij halen. Ik begin met dit haarproduct. Die kost €7,90. Dan heb ik hier de lipgloss full size €21. Deze gezichtstool kost €5. Deze gezichtscleanser 20 ml kost €25. De fantastische body scrub 100 ml kost €18. Deze highlighter full size kost €30. En dit heel masker kost €7,50. Ik ga by the way zo laten zien hoe mijn voeten eruit zien. Ja, en dit gezichtsmasker is gewoon extra. Er staat ook geen info bij of zo of een prijs. Dus deze sla ik gewoon over. Maar wel fijn dat we die er ook bij krijgen. Als je dus alle bedragen optelt en alles individueel zou kopen, had het je maar liefst €114,40 gekost. Is een hoge prijs. Jullie hebben €25 betaald. Dus dat haal ik ervan af. Dus jullie hebben €89,40 bespaard. Nou, dat is echt een hoop. Nou, gaan we even voor het laatst terug naar het voetmasker. Even kijken hoe het ervoor staat. Ik heb ze al 20 minuten aan. Oké, jongens, ik ga hem eraf halen. Zo. Oké, ik zie hier nog een beetje product zitten. Dus dat smeer ik gewoon zo in. En ik breng het gewoon over mijn hele voet. Oké, zoals je kunt zien, een stuk minder droog. Het product voelt ook lekker dik aan. Het is echt helemaal zacht en gehydrateerd. I love it. Hier zit ook nog een klein beetje product. Dus dat smeer ik ook gewoon in. En ik trek het ook weer door naar mijn hele voet. Nou, je ziet in ieder geval een super groot verschil. Hier was het echt helemaal droog. En nou helemaal niet meer. Mijn andere voet ook. Die was het droogste. Kijk even dit. I love it. Heel fijn dit. Nou mensen, dit was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Het is weer een hele leuke box. Dus mocht je je nu abonneren, dan ontvang je dus precies al deze producten. Echt fantastisch. De meeste vond ik echt super fijn die ik heb gebruikt. Ik ontvang deze box al jaren, echt al 2 jaar of zo. En ik vind het altijd weer super leuk om gewoon zo'n soort van verrassing te ontvangen elke maand. Heel erg leuk. En het is ook een ideale manier om nieuwe producten te testen. Zonder dat je een hele hoge bedragen voor moet betalen. Dus ik raad het echt zeker aan. Laat me ook weten wat jij ervan vindt van de box van de producten beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!